Deze week moet duidelijk worden of de lawaai in Drachten door een andere aannemer afgebouwd kan worden. De aannemer die de Drachtse Schouwburg op 1 oktober zou opleveren, werd een paar weken geleden naar huis gestuurd. Aannemer Van Orel paste het retentierecht toe, waardoor het bouwterrein onbereikbaar werd voor de directie en de medewerkers. Inmiddels heeft een arbitragecommissie de zaak in onderzoek. Om de sleutel terug te krijgen zullen naar verwachting enkele miljoenen betaald moeten worden. Om precies te zijn 3,7 miljoen euro. Met dit bedrag ging dinsdagavond de meerderheid van de Raad van Smallingeland akkoord. De Raad was overigens erg verdeeld over het beschikbaar stellen van het geld. Oppositiepartijen VVD, FNP, CDA en ELP hoopten het geschil tussen de lawaai en de aannemer nog op te kunnen lossen, maar volgens cultuurwethouder Maria Krans is dit geen optie. Door de perikelen is de verbouw van de lawaai intussen ernstig vertraagd. Ondertussen staat het theaterseizoen voor de deur en daarom is nu de Witte Lawaai gebouwd. Een enorme verwarmde tent die plaats moet bieden aan 700 theatergangers. Voorstellingen die een toneeltoren nodig hebben, wijken uit naar schouwburgen van Leeuwarden, Groningen en Assen.